friet, rusty of aardappelschijfjes. Nederlanders zijn er gek op, maar we verkopen er ook heel veel. Ons land is de grootste verkoper van diepvries aardappelproducten van Europa. En zo'n enorme afname vraagt om een hoge productiecapaciteit van de boeren. Ja, de capaciteit moet groter. Er is een toenemende vraag naar aardappelen en aardappelproducten. De klanten willen een goedlopend, winstgevend bedrijf. Dat is logisch, dat willen wij ook. En daarom is het streven hen machines te bieden die hen daarbij helpen om hun oogst en gewoon hun opbrengst te vergroten. In 1849 werd in België begonnen met de verkoop van smid- en handwerktuigen. Bijna 100 jaar later, in 1945, begon men in Nederland met het ontwikkelen en produceren van inschuurmateriaal. Inmiddels is AVR producent van een reeks aan machines voor de aardappelteelt en andere knol- en bolgewassen. Klanten willen een betrouwbare en een productvriendelijke machine die logisch en eenvoudig te bedienen is. Daarnaast mogen beschadigingen aan producten zo weinig mogelijk voorkomen. Naar voorkeur moet een inschuurlijn door één persoon te bedienen zijn. De machines bevatten veel technologie, meer dan je op het eerste gezicht zou denken. En daardoor zijn ze inzetbaar onder verschillende omstandigheden. Dus zware grond, lichte grond of natte omstandigheden. Voor het inschuren zijn systemen beschikbaar voor bijvoorbeeld het automatisch afvullen van hallen. Daarnaast wil de klant beschikbaar over extra gegevens zoals de hoeveelheid ingeschuurd gewicht, de snelheden en capaciteiten. De machines kunnen zo persoonlijk mogelijk worden afgestemd. Dat heeft met name betrekking op de reiniging van het product en de keuze van het besturingstype. Qua besturing kan er bijvoorbeeld gekozen worden uit semi-automatische of automatische besturing. Mijn tip is, als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag. Als je focust op kwaliteit, gaan de kosten omlaag.